Dus dit is de Bose Soundlink Micro. Het is een Bluetooth speaker waar je tegelijkertijd ook nog eens mee kan bellen. Dus als je zegt van, ik doe dit eventjes. Hallo Shaki, ik wil met je bellen. Kan dat. En hij is ook nog waterproof. Dus we gaan ook nog testen zelfs hoe die in het water doet. Overleeft hij het, overleeft hij het niet? Wordt Bose boos op mij? Hopelijk niet. Oh, dat ruimt ook nog best wel goed. Deze speaker belooft een aantal dingen, namelijk hij is waterdicht tot 1 meter en je kan 30 minuten onder water onderdompelen en dan is het allemaal nog steeds werkende, hopelijk. Ik ga niet 30 minuten proberen, maar ik ga zometeen wel proberen of hij daadwerkelijk waterdicht is. Weet je, waarom zometeen? We kunnen het ook gewoon nu doen. Zullen we gewoon doen? Kom. Oké, hij staat nu aan. We gaan hem nu onder water dompelen en kijken of hij daadwerkelijk overleeft. En hopelijk wel, want anders krijg ik een boze. Mindshacht, maar dat heb ik liever niet. Oké, let's do this. Nou, weet je, we doen het nog een keer. Sketchy. Ja. Oké, hij verbond dan weer opnieuw. Hij ging wel even uit. Nou, ik weet niet of hij nou automatisch gewoon uitgaat als hij onder water gaat. Maar gaat hij nog geluid afspelen? Ja, oké, gelukkig. Ik was al even een beetje bang. Je schiet dan in een broekje. Ja, gaat verdorie wel. Dat werkt inderdaad. De speaker heeft zich nog niet begeven. En natuurlijk moet je niet verder dan 1 meter onderdompelen, want dan gaat het echt helemaal fout worden. Maar boven 1 meter en binnen 30 minuten zou het allemaal nog prima moeten wezen volgens de website. En de siliconenomhulsel is ook gewoon lekker zacht. Dus je zou het eigenlijk zo kunnen gebruiken als een kussen voor op je bed. Alleen het is natuurlijk wel een beetje te klein net als kussen. Maar weet je, als het spiekertje groter zou wezen, had het een lekker zacht kussentje geweest, hè? Very nice. En nu komen we bij het deel aan, is de strap op de achterkant. En de strap was ik eerst een beetje sceptisch over. Want je zet hem alleen maar een haakje aan die je hier inklipt. En dan denk ik van, nou dat zal ook niet echt veel denderens wezen. Het zal waarschijnlijk best wel gaan bungelen en eraf gaan vallen. Het zal waarschijnlijk losgaan. Maar, I was wrong. Hoho. Ik kan het trouwens laten zien. Waarom lullen als je ook kan laten zien? Hier, als ik het vast doe. En ik doe hem nu zo klippen vast. Ja, zie, kijk. Nu zit hij aan mijn broek vast. Dus, no bamboozlement hier. Als ik nu gewoon lekker shake en eventjes op een dikke face bent. Dan zie je dat hij gewoon lekker blijft zitten. En je kan hem zo weer eraf halen en klaar. Dus het is best wel goed stevig vast. Dat doe je ook niet alleen op een ander feestje. Nee, ook voor jou. Oh, stiekem het. Het geluid van deze speaker, voor zo'n compact formaat, is echt fantastisch. Ik verbaasde me hier echt over. Want ik dacht, klein speakertje, het zal niet zo heel veel voorstellen. Een beetje blikkerig geluid. En helemaal geen bas. Maar er zit daadwerkelijk bas in deze speaker. En ik ben er best wel tevreden over. Het geluid zelf is ook mooi helder. Alleen is het natuurlijk niet zo. Het is niet vol geluid, zeg maar. Zoals je hebt natuurlijk met grotere speakers. Maar voor het formaat wat dit is. Ik kan er niet om klagen. Het is echt fantastisch. Maar ik zeg nog wel één ding. Ik gebruik voornamelijk deze speaker ongeveer 50% volume. En ik ga vaak niet harder dan 50 of 60%. Want ik heb wel gemerkt, als je ongeveer, ja wat zal het wezen, 70, vanaf 70% ongeveer 80% begint het toch wel een beetje te kraken. Dus is het aan te raden op maximaal volume? Nee. Maar is het nog steeds luid genoeg? Absoluut. Ik vind het fantastisch om eventjes hier lekker te zitten. Bijvoorbeeld hier, ik wil het even zien. Hier lekker chillen, even drinken, hup hup. En je hebt het spiekertje gewoon hier zitten, mooi achtergrondvolume. Weet je, ik kan het niet wel klagen. De volume is gewoon zoals je het wil hebben. En natuurlijk zal dit niet de speaker wezen voor op dikke huisfeesten en weet ik wat. Want daar wordt het gewoon niet luid genoeg voor. Of tenminste op een mooie geluidskwaliteit. Maar voor achtergrondsgeluid in de boot of even een barbecueetje. Hartstikke prima, hartstikke fantastisch. De batterijindicator op deze speaker zegt ook nog zelfs hoeveel procent die is. En dat vind ik op zich ook wel gaaf iets. Dus laten we zeggen, ik ga hem nu even aandoen. En dan moeten we even goed luisteren wat hij zegt. Accu, 70%. Verbonden met de coolste jongen ter wereld. En natuurlijk ben ik de coolste jongen. En je hebt hier natuurlijk een indicator op. Trouwens, dat zal ik ook heel even laten zien. Ik zal hem even uitdoen en weer even aandoen. Want als je hem aandoet, zie je de indicator.
En hij is nu dus 70%. En ik heb hem opgeladen sinds ik een aantal dagen geleden. En ik heb hem ongeveer inmiddels wel iets van 4 uur gebruikt, denk ik. Dus 70%, 4 uur is hartstikke goed. En het verbinden van het apparaat is trouwens ook heel makkelijk en heel vanzelfsprekend. Het is letterlijk gewoon de Bluetooth pairing knop aandrukken bovenop het apparaatje. En dus zodra je dat doet, zul je hem tussen de Bluetooth apparaten zien in je mobiel. Verbind ermee en klaar, that's it. Dus je hebt ook een applicatie voor jouw speaker, namelijk dat heet Bose Connect. Dus op die app kun je een aantal dingen doen, namelijk je naam veranderen van je Bluetooth apparaat. Je kan de verbindingen kun je dus beheren, dus iedereen die verbonden is met jouw speaker kan je dus aanpassen of ze daadwerkelijk wel iets mogen afspelen of niet. En als je zegt van deze man, ik vind zijn muziek echt waardeloos, kun je zeggen gewoon de app, ik zet hem uit, want Despacito in 2020, hell no bro, dat is niet de goede shit hoor. Dan haal je hem eraf en dan is iedereen weer happy, want wie houdt nou van Despacito op deze tijden. Voor de rest heb jij een party modus, dus laten we zeggen, jij koopt twee van deze apparaten en dan kun je een party modus aandoen, waarbij je dus twee apparaten tegelijkertijd laat afspelen. Is ook wel vet, maar dan heb je natuurlijk wel twee apparaten nodig. Je kan ook aanzetten van hoeveel minuten het moet duren voordat die automatisch uitschakelt als er niks gebeurt. Je kan ook de gesproken meldingen kun je uitzetten. Dus als je niet wil hebben dat die zegt van oh, 70% accu en verbonden met de coolste jongen ter wereld, kun je het uitzetten als je dat wil. Je kan de taal natuurlijk veranderen van de app. En je kan gebruikershandleidingen kun je vinden en productinformatie. En that's it. Oké, dus nu zijn we eindelijk verbonden met de mobiel van Melanie. Dus als het goed is kun je gebruik maken van de voice assistant. Dus als we deze inmiddels de knop nu ingedrukt houden. Wat is het weer van vandaag? Niets gevonden. Hey, opnieuw. Wat is het weer van vandaag? 194-115 bellen. Oh, what the fuck? You can't quit it, stop it! Ik ga het gelukkig van shit. Ik telefoon die space me ook meteen. Ik vind die mooi. Oké, wat dan als we proberen Sander de Kiwi te bellen? Dan weet hij vast wie je moet hebben. Nee, dan gaat hij in één keer pronk 1 en 2 bellen of zo. Sander de Kiwi te bellen. Danny bellen. Hey! Fucking kutter! Hij wil ook niet stoppen! Hou op! We gaan het niet meer gebruiken. Toe! Stop! Oh. Ik vind die mooi. Dit is voor me alleen met bellen. Wacht even, wat nou als ik jou nu bel? Gaat hij dan hierover? Kunnen we dan hiermee spreken? Dat is wat ik me afvraag. Oké, dus het microfoontje hier in de werkplaats. Siri test niet. Nee, de Siri dat is gewoon waardeloos. Even kijken. Ik pak de telefoon en ik ga jou eens even bellen. Microfoontest natuurlijk met speaker, dus ik leg mijn mobiel hier neer. Op de tafel! Roger Doger, am I calling with Melanie Bucket now? Yeah. How does the audio sound like? Very good. Dus het is een prettig, aangename audio, wil je zeggen. Zeker. Gewoon als een normale telefoon. Oké, dus dit ding om te bellen is op zich oké. Je kan ermee bellen, dus je kan gewoon even lekker zo zitten en denkt iedereen van wat de fuck ben je mee bezig. Dat kan. Of zo trouwens, je moet het andersom doen, want de microfoon zit hier aan de onderkant. Dus dat kan je doen. Siri gebruiken of een Google Voice Assistant hierop, ik weet niet. Ik zou het maar niet doen, want wij vroegen gewoon wat het weer was en hij belt gewoon iedereen op. Ik weet niet of dat de bedoeling is, dat hij alleen maar kan bellen. Maar bij ons doet hij dat wel, dus ja, hè? Dus dat is top. Is dit uiteindelijk, dit product, het waard? Is dit jouw geld waard? Hij is 100 euro. Persoonlijk zou ik zeggen, ik zou hem op zich wel willen houden. Want geluidskwaliteit is best goed. En ik vind het best wel handig om bij te hebben. Ook gewoon voor in de kamer, als ik gewoon even lekker aan het chillen ben.
hoef ik niet mijn laptop speakers meer aan te doen. Of hoef ik mijn tv aan te doen om die speakers weer te gebruiken en allemaal gedoe te doen. Ik kan gewoon dit neerleggen, verbinden met mijn mobiel en gewoon lekker muziek gaan spelen. En dat vind ik gewoon super fijn. Ook vooral als ik in de woonkamer kom bij mijn moeder. Gewoon lekker even op de achtergrond doen. Lekker eventjes wat muziek op de achtergrond. Gewoon alsof het een radio is. Ik vind dat hartstikke ideaal. En ik zou het wel de 100 euro waard vinden. En de geluidskwaliteit is ook nog goed. Wat vind jij ervan? Top. Top. Klein en compact, I love it. You love it? Yes. Yes. It's lovely, hè? Yes. Dus. Veel cute, klein ding. Ja, het is ook wel cute inderdaad. Maar dat is ons einddeel. Jij hebt er maar mee te doen. En ik zie jullie wel weer in de volgende video. Like natuurlijk als je de video leuk vond. En comment natuurlijk wat je vindt van dit product.